Charline, goedenavond. Nieuwe lichting, kandidaten, finalisten voor Miss Coast voorgesteld vanavond. Hoe voelt dat aan als organisatrice? Het is elk jaar leuk natuurlijk. Het is heel fijn om de kandidaten de eerste maal te zien op de preselecties. Dan te zien wie dat er doorstoot naar de halve finale. En dan vorige week was het halve finale en dan worden er 20 uitgekozen. Dat is natuurlijk altijd jammer voor degenen die afvallen. Vooral omdat er ook daar wel goede kandidaten tussen zaten. Maar ik denk dat we een goed team zullen hebben. Ik denk dat het allemaal leuke, sterke kandidaten ook zijn. Dus ik zie het volledig zitten. Vandaag is dus persvoorstelling. Dus de kandidaten worden de eerste maal voorgesteld aan de pers. Opnieuw in contact met het podium. Ze moeten nog heel veel leren uiteindelijk. Hè. Ze zijn nog maar net verkozen. En staan hier toch voor een hele groep mensen. Maar het is een goede vuurloop. Ja. Kan je vergelijken met vorig jaar? Wel, de persvoorstelling is nu in een uniek kader. We hebben de persvoorstelling nu gedaan in de showroom van de Ford Garage Move Brugge. Die ook een stuk van de wagen eigenlijk mee sponsort. En ik denk dat het gewoon leuk is dat het ook in Brugge is. Niet eens aan de kust. We zijn Miss Coast Belgium, maar we hebben finalisten van over Hans Vlaanderen. Dus je hoeft echt niet van aan de zee te zijn om deze verkiezing te winnen. Laat ons een beetje het Grombé-jaar noemen vorig jaar. Heeft dat een invloed gehad op jouw selectie? Ik denk het wel. Ik moet wel zeggen, we hebben dit jaar heel veel inschrijvingen gehad. Elk jaar meer en meer. Dus we zaten nu over de 120. Dus ik denk dat we op dat gebied niet kunnen klagen. Ik merk wel dat een aantal kandidaten uiteindelijk toch afgehaakt hebben. Vooral hier naar de preselectie te komen. En dan denk ik dat zo'n zaken echt wel een rol spelen. Als meisjes ingeschreven zijn en hoort dan al die hetsen rond Miss Belgium Beauty. Kan ik begrijpen dat bepaalde ouders zeggen van kijk, ik wil niet dat mijn dochter nog aan een misverkiezing deelneemt. En de sponsoring? Sponsoring, ja, ik moet zeggen, ik heb er wat schrik voor gehad met de economische crisis. Maar ik denk dat we op dat vlak niet kunnen klagen. Ik denk dat de sterkte van Miss Coast is dat we zijn onze 7e editie bezig. We hebben heel veel sponsors van het eerste uur die ons jaar na jaar steunen. En ik denk ook dat dat is omdat die mensen tevreden zijn. En daar werken we naar in. Terug naar Turkije? Ja, inderdaad. Nog een paar keer slapen en we stijgen op. We kijken er ook enorm naar uit. Vooral omdat we dan de meisjes ook beter leren kennen. Zij leren elkaar beter kennen. Het is gewoon een fantastische ervaring voor elk van hen.